Flitsmeester, je hebt een heleboel losgemaakt afgelopen week in de gemeente Medemblik. Ja, dat blijkt wel. Maar mijn intentie is geweest om duidelijk te maken waar wij als ondernemersfederatie Medemblik graag verbeteringen willen zien. En welke verbeteringen zien jullie dan niet? Nou, als wij zien dat er een begroting wordt gepresenteerd, ook al is deze nog niet met de raad besproken, en die getuigt niet van doordachtheid, omdat er een begroting wordt getoond met een negatief saldo, 422.000 euro. En als je niet in de zwarte cijfers schrijft, zou het niet zo mogen zijn dat je dan zaken gaat regelen waarvan je eigenlijk zegt van die zouden eigenlijk moeten wachten. Maar een heleboel geld moet er ook natuurlijk naar de meubels en naar de aankleding van het gebouw. Ja. Want die is toch aan verslijtage onderhevig. Ja. Dus met andere woorden, ja, er is natuurlijk wel wat voor te zeggen. Dat de mensen toch wel wat geld nodig hebben. De mensen hebben recht op goede voorzieningen. Daar ben ik ook helemaal voor. Maar doe dat niet in een jaar dat de gemeente er slecht voor staat. Vooral niet als de gemeente al beloofd heeft aan Abbekerk, aan Wervershoof, dat er een zwembad komt en dat er een nieuw dorpshuis komt. Dan heb je beloftes gemaakt en die ga je nu niet waarmaken. En dan ga je intern zaken verbeteren. Ik ben helemaal niet tegen die verbetering intern, maar ik heb het alleen tegen de timing. Met andere woorden, er wordt te weinig gedaan aan voor de bevolking om een goed leefklimaat te creëren. Er worden beloftes gedaan aan de bevolking die niet nagekomen worden. Maar ik bedoel, is er dan tekort geld in de gemeente? De gemeente is zo groot. Is zo wat van Enkhuizen tot aan over de A7 heen. Ja, ik begrijp het niet. Er is 123 miljoen. En natuurlijk het sociaal domein neemt er een groot beslag op. De gemeente krijgt ook geld van het Rijk. Ik heb zelfs gehoord dat er nu zelfs 1,5 miljoen buiten de begroting ook nog speelt. En daar hebben ze niet ingetekend, dat geld. Wat ik gewoon verwacht is dat als jij een begroting presenteert, dat je dat doet vanuit een bepaalde soberheid op het moment dat je geen zwarte cijfers schrijft. En wat is jullie grootste klacht? Onze grootste klacht is dat de beloftes met de bevolking niet worden nagekomen en dat de begroting niet rondkomt, niet in zwarte cijfers komt. Maar het ergste is, als het dit jaar nou even zo zal zijn, maar je ziet ook niet dat in 2023, sorry voor de motor, en 2024 dat het gaat worden opgelost. Dus bedrijvigheid, hè? Dus bedoel, ja. Je zit op een bedrijventrein. Ja. Kan je begrijpen dat de raadsleden en ook zeker de bestuurders boos op je waren tijdens het inspreken van die commissievergadering? Ja. Ten eerste wil ik één correctie doen. Het waren niet alle raadsleden die boos waren, want we hebben ook bijval gekregen van bepaalde partijen. En welke partijen waren dat? Hart van Medemblik, VVD, de BAM voor de gedeelte. Dus we hebben best wel bijval gekregen. En terwijl ook in de partijen zelf was men verdeeld, heb ik ook gemerkt. Maar daar ga ik even nu niet over hebben. Maar even antwoord te geven op je vraag. Ja, ik kan me voorstellen als men dat niet gewend is, dat men dan denkt van het gebeurt hier. Maar ik deed het voor een goede zaak. Ik deed het omdat ik vond dat de voorbereidingen eigenlijk beter voorwerk verdienden. Daar was ik in teleurgesteld. Dat vond ik jammer. En ik doe het voor de zaak, ik doe het niet voor mezelf. Ik kan me voorstellen dat de raad erover gebollig is. In ieder geval een deel daarvan. Kan ik me goed voorstellen, omdat ze het misschien niet gewend zijn. Maar ik doe dat met de intentie om verbeteringen te krijgen voor Medemblik. En op het moment dat ik een stuk voorwerk doe en ik concludeer eruit dat het niet echt professioneel overkomt, hè, dat men van tevoren al zaken had kunnen verbeteren, dan komt bij mij die emotie los. Omdat ik ook professioneel financieringsrapporten bekijk en dat soort zaken. Is de achterban van jullie, stond hij erachter? Ja. Als je ziet hoeveel bijval ik heb gekregen, ook na mijn optreden. Ik kan je mails laten zien. Nou, het is geweldig wat voor bijval ik krijg. Maar de krant die heeft dus toch dat opgepikt. En die hebben toch gezien dat er waarschijnlijk toch wat wrijving was. Zowel de journalist van de krant heeft dat opgevat. En ook heb je toch wel geconstateerd dat er toch wel raadsleden toch wel eventjes op een puntje van een stoel gingen zitten. Ja, dat is ook mijn conclusie geweest nadat ik zijn reactie heb gezien in de krant. Dus ik wil het ook niet ontkennen. En als je mij vraagt van zou ik het de volgende keer weer zo doen, zou ik wel een andere toon hebben geslagen. Maar ik ben het helemaal niet gewend.
Het is mijn eerste optreden bij de Raad geweest op deze manier. Ja. Dus ik, als ik de volgende keer zou doen, zou ik het wel iets anders doen, ja. Nu ik weet hoe het valt, dat is nooit mijn bedoeling geweest zo. Nee. Je bent uitgenodigd door de burgemeester. Oh, leuk. Ik ga graag met hem in gesprek. Heb ik begrepen? Nou, ik heb begrepen dat de burgemeester met de Raad in gesprek ging over de inhoud en de toon van mijn betoog. En heb je niet jou benaderd voor een gesprek? Ik heb nog niks gezien. Oh. En ik zou het ook op prijs stellen dat de burgemeester dat doet. Ja, want de burgemeester is toch een beetje onafhankelijk. Is wel partijgebonden soms, maar toch onafhankelijk in binnen de gemeente staat hij. Ja. Nou, ik kan het wel begrijpen dat hij dan dat er zoveel ophef is ontstaan in de gemeente, ook over de begroting. Want hij zal natuurlijk wel zeker zijn gemeentesecretaris, die de hoofd is van zijn ambtenaren, toch wel eventjes op de schouders tikken van jongens, wat is hier aan de hand? Ja. Een burger constateert dat er iets mis is in onze financiële huishouding. Ik ga met hem in gesprek. Ja, ik zal het je nog sterker vertellen. Wij gaan Jaap Zwaan uitnodigen voor gesprek. Wie is Jaap Zwaan? Jaap Zwaan is de gemeentesecretaris. Want die is verantwoordelijk voor de ambtenaren. En ik zal je zeggen, op het moment dat wij bedrijven bekijken, en dat gaat op dat moment niet goed met een bedrijf, dan gaan we kijken waar kunnen we kosten snijden. En dan kijken we ook naar personeel bij bedrijven. Nou, ik kan me in een ambtenarensituatie eigenlijk hetzelfde metafoor loslaten, dat je ook naar je bezetting in je gemeente kijkt. Ja, John Groot van de voetbalvereniging VVW en ook Hans van Goor van de SCW, West-Friesland de SCW, die hadden ook al behoorlijk wat kritiek over de subsidieregeling wat betreft de sportverenigingen. Ja. Heb je dat ook meegewogen met bedrijfsvereniging? Nou, nee, niet specifiek. Ik was er echt voor de bedrijfsvereniging als vertegenwoordiging. Maar ik ben ook voorzitter van de stichting die werkzaam is in Wervenstoo voor de nieuwe sporthal. Daar hebben we 5 miljoen voor nodig. En, voor de DAS? Nee, voor vervanging van de DAS. En voor die sporthal zoeken wij zelf nu financierders en ook een stukje garantiestelling. Maar in de gesprekken die we tot nu toe al hebben gehad, blijkt het niet zo vanzelfsprekend te zijn dat we goed geholpen worden. Ja. Je hebt nou ingesproken in de commissie. Jaap Zwaan heb je nu uitgenodigd. Die gaan we uitnodigen. Gaan jullie uitnodigen? Denk je dat er nou toch wel enige positieve gedachten zijn binnen de gemeente Medemblik om toch jullie eigenlijk tegemoet te willen komen? Nou, er zijn sowieso fracties met wie we in gesprek zijn. Ook nadat we ingesproken hebben, die ook wat duidelijker beeld gekregen hebben van zoals wij er tegenaan kijken. Want dat heeft ook heel veel met begrip te maken over en weer. Dus dat gaat wel beter met een aantal fracties. En met een aantal fracties misschien niet. Wat denk je dat eruit komt? Wat hoop je dat eruit komt? Nou, wat ik hoop dat eruit komt is dat er een begroting wordt getoond die sowieso in 2023-2024 wordt rechtgetrokken als het gaat om de zwarte cijfers. Dat hoop ik dat eruit komt. En ik hoop dus dat er vastgoed verkocht gaat worden om dat bijvoorbeeld mogelijk te maken. En een ander idee is om het gemeentehuis bijvoorbeeld hier naar de Rabobank te verplaatsen. Dat zou ook eens onderzocht kunnen worden of dat veel gaat opleveren voor de gemeente. Zit wel in de kern van de gemeente. Ja, precies.